Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Patrick en naast mij zit... Maurice. En wij zijn geweest naar Justice League. Ja. Ja, daar hebben wij toch wel, althans we, ik moet ik zeggen... Ik weet niet of jij... Ik heb er wel vooruit gekeken op de film. Ja, ja. We hadden een paar maanden even... Ja, een maandje of zo heet het. Tussen Ragnarok en deze ongeveer. Ja. Dat ik dacht van nou... Nou, maar ik heb er wel zin in. Ik keek er nog meer uit, omdat de DC de hele tijd al een beetje tegenaan zat te hikken. Ja, ja, slecht, hè? Slecht. Slecht. Ja. Booster ook. Ja. Slecht. Maar ik vond de film niet slecht. Alleen, nee. Ik vond heel veel geleend weer van Marvel. Tuurlijk. Want dat was... Maar ja, als je weet wat het succes is, ja, dan ga je het pakken. Dan met de ja. Maar en dat deze redelijk. Redelijk, ja. Ja. Er zat wat meer humor in, dat vond ik wel leuk. Met name die Flash, die zat een paar leuke momenten in die... Ja, een beetje de Spider-Man. Ja, ja, dus, ja, Spider-Man, kan je duidelijk zien. Nou, Aquaman deed het... Het is ook niet zo'n... Was een beetje de hoe heet die, Thor-achtige figuur. Ja. Als je dat mee kijkt... Niet... Aquaman is ook niet echt een stevig personage of zo. Is ook nee, niet... nee. Ik kon duidelijk zien met Wonder Woman en Batman, waar je daar draait om. Daar draait om. Ja. En uiteindelijk is naar Superman... Ja, kijk, en dat vond ik mooi, hè. Er is geen woord gerept op de Superman. We wisten allemaal dat er iets ging gebeuren met Superman, maar er werd geen woord gerept. Dat had ook op het laatste dat hij ook tot leven kunnen komen. Maar nee, we hebben hem best wel early on hebben ze hem al erin geïntroduceerd, ja. Superman. En dat blijkt maar weer dat al die mensen die erin spelen gewoon miertjes zijn. Er zijn niemand, het is niks Aquaman, Flash, Batman, Wonder Woman. Het is niks vergeleken met Superman. Ja, Superman is almachtig. Ja. Is almachtig. Wat ik daarom, wat trouwens zo raar was, toen met Batman vs. Superman, ja. Toen werd er al een beetje gehint dat hij eigenlijk nog leeft. Want hij zag dat klopt, het is een trillen, hè? Ja. Maar ik denk gewoon dat, volgens mij hebben ze het verhaal gewijzigd. Klopt. En daardoor is er een ander einde, daar dus dit hebben ingegooid. Ik denk niet dat ze in Justice League dachten van, daar gaan we Batman toe brengen. Ik denk, ik dacht eerst dat ze nog een andere film na zouden komen, alleen over Batman. Nou, want nu gingen ze hem opeens tot leven wekken. Nee, maar je hebt wel Superman tot leven gewekt en Batman... Even wachten. Ik dacht, we gaan na Superman versus Batman. Komt er een andere Superman. Dat hij tot leven komt. En dat draait om hem. Ja. Omdat je het zag trillen, die stenen. Ja. Maar nu was het dat hij echt tot leven gewekt moest worden. Ja. Dus hij was echt dood. Hij was echt dood. Dat vond ik wel apart. Dus dan, wat trilt er dan op die kist? Ja, dus dat sloeg niet. Dat stond nergens op. Nee. Nee, dat was niet... Nee. Dus daar zou ik altijd denken van, hey, dat is een beetje vreemd iets. Ja. Nou, voor de rest, kijk, het is een leuke film. Ik vind het wel zo. Kijk, je hebt Wonder Woman heeft het wat beter gedraaid en deze. En ze hebben allebei wel copy-paste gedaan van Marvel. Zoals we nu op het moment weten is dat deze film gewoon keihard verlies maakt. Dus wat dat betreft is het al de hele franchise staat alweer op losse schroeven. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat ze wel doorgaan. Want ik denk dat ze hebben ook verder niks anders. Dus ze moeten wel... Nou, als je goed kijkt naar de... Ik vind eigenlijk dat Suicide Squad de enige... Gedraaid. Ja, maar het was ook de enige originele. Ja, we gaan Suicide 2 krijgen eerder. Ja. Volgend jaar. Misschien dat die lijn wel goed gaat. Ja. Dus dat zou kunnen. Maar terug naar de Justice League. Ja. Batman was god in Justice League. Want de held, of dan de held, de enemy tegen wie ze moesten vechten. Ze hadden, met z'n vijven hebben ze, ja, is gewoon bijna niet te doen om hem kapot te krijgen, die rozer. Nee, en Superman. Batman komt, of Superman komt. Ja. En die doet gewoon weg je poppetje. Ja, nee, dat was een beetje, was niet helemaal gelijkwaardig qua krachten. Dat was duidelijk te zien. En ja, toen eigenlijk was het ook zo, volgens mij, Superman, die ging op een gegeven moment, die had hem al bijna verslagen. En toen ging hij even wat anders doen. Toen dacht hij van, weet je wat ik doe? Ik gooi hem naar beneden, die gozer, las zijn lappenpopje zo, boop, tjup, naar beneden. En, jongens, spelen jullie er maar mee nog eventjes. Ja. Ik ga nog even wat anders doen, spelen jullie even met die jongens. Ja. Zoals even die ging nog een paar mensen redden. Ja. Dus ook een Aquaman ook nog even een beetje klap uitdelen. Ja, Wonder Woman kon nog eventjes met schild een beetje rammen en zo. Hartstikke leuk. Ja. Batman deed nog wat. Allemaal leuke dingen. Dus dat was wel leuk. Ik vond dat de opening wel aardig met Wonder Woman. Met die soort overval. Dat een soort terroristische aanslag moest worden. Ja. Dat is mooi gedaan. God. Dan zag ik trouwens ook weer die fans van de... Hoe heet het nou? Die ook steeds ook bij Game of Thrones naar voren kwam. Die speelde Ramsey Bolton uit mijn hoofd. In ieder geval, maar die komt op de plaats, dat zie je wel een paar keer zien terugkomen. Ja. Die man. Ja. Dus altijd als een soort slechterik komt hij terug. Ja. Dus dat is wel een karakter. Al met al vond ik hem niet tegenvallen. Nee. Het was niet een topfilm, zoals wat ik vond van Thor bijvoorbeeld. Vond ik echt fantastisch. Ja. Maar dat was het niet. Maar ik zou hem bijvoorbeeld nog wel een tweede keer kunnen kijken. En dat maakt voor mij altijd wel een aardig film. Als ik hem kan kijken één keer en dan daarna zou ik hem nog een keer willen kijken. Dat vind ik, dan is het niet een... Dan vind ik het nog wel een aardig film. Ja. Dat baseer ik dan voor mezelf op. Ik zit al aan een cijfer te denken en ik zit te twijfelen.
Nee, het verhaal was goed. Ja. Nee, goed, het was, verhaal was leuk. De humor was leuk. De special effects waren in principe leuk. Het verhaal was... Kun je over discussiëren, over hoe of wat. Maar personages deden het in principe wel aardig. Batman was... degene die ze speelde ook nog wel de karakter ook wel goed. Ja. Dus denk ik, nou ja. Nee, ik ga nu naar een cijfer. Ik denk dat ik hem toch nog een 7,5 geef. En ik zat te twijfelen half. Ik dacht iets lager. Ik zit tussen 7 en 7,5. Daar is ik te twijfelen. En ik geef het van 7,5. Ik geef hem een 8. Okay. Doe schrik. Ik geef hem een 8. Oké, okay, nou... Okay. Ik geef hem een 8. Okay. Want ik ga hem nog een keertje kijken, want ik vind het best leuk. Ja, dus wat dat betreft... Nou, dan weten we het weer. Dan weten we het weer. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Ja. Doeg.